Minister Ildis Polak Bigli heeft gisteren een bilateraal onderhoud gehad met haar collega van Buitenlandse Zaken van Indonesië, Ritno Marsuri. Dit onderhoud vond plaats in het kader van het 11e Bali Democracy Forum, die gehouden wordt in Bali, Indonesië. De ontmoeting heeft plaatsgevonden tegen de achtergrond van de recent in Paramaribo gehouden gemengde commissievergadering. De versteviging en verdere uitdieping van de relatie tussen beide landen is benadrukt, met name op de gebieden van politieke, technische en economische samenwerking. Er zal verdere sectorale diepgang worden gegeven aan handel, landbouw, veeteelt, visserij, toerisme, infrastructuur, transport, bankwezen en mogelijkheden voor buitenlandse directe investeringen. De ministers van buitenlandse zaken hebben voor de verdere versteviging van de relatie tussen beide landen een memorandum getekend. De bewindslieden zijn ook overeengekomen dat de ondertekening van de overeenkomst met betrekking tot de algehele visumafschaffing zo spoedig mogelijk zal plaatsvinden. Suriname en Indonesië zijn het eens dat het wegnemen van deze barrière de connectiviteit, toerisme en de economische ontwikkeling van beide landen positief zal bevorderen. Binnenkort wordt er een nieuwe, buitengewone en gevolmachtigde ambassadeur van Suriname in Indonesië aangesteld. Die zal als voornaamste taak hebben gestalte geven aan de gemaakte afspraken. De huidige buitengewone en gevolmachtigde ambassadeur van de Republiek Indonesië zal zijn loopbaan in Suriname afsluiten.